Bonsoir, bonsoir, Mathilde. Chers citoyens, chères citoyennes, j'espère que vous allez bien pour cette année 2010. Mathilde, que... Excusez. Ik zou weer naar de buitenland gaan voor de reis, voor onze land te presenteren, nietwaar? En voordat, ik kan bijna niet uitspreken, nu de nieuwe president van de Amerika. In de Frans klinkt het veel beter. Hein? Normaal is meneer Trump, in de Française meneer Trompé, enfin. De wereld van vandaag, ik zei al, is om zeep, dat is belachelijk. Maar enfin, misschien kan hij worden goed, hein? Als u gelooft in de sprookje, nietwaar? Maar enfin, de vorige meneer was een zwarte man, ik ben zijn naam vergeten, van de president van de Amerika. En wij komen toe op de staatsbezoek en hij zegt koninklijke oké, maar ik stel u in vraag. Ik zeg, natuurlijk, zwarte meneer, u mag mij stellen in vraag, geen enkele probleem. Hij zegt, het is een beetje indiscreet. Ik zeg, ik heb de habitude, doet u maar. Als u hebt begraven, jullie koningin, is zij gecremeerd of is zij in de kist onder de grond? Ik zeg, no. Wij zijn echte Belgen. We hebben haar gefrituurd. Thank you.
meer. Mijn naam is Olga. Ik kom direct van de Rusland. Daar. Iedereen spreekt een beetje de Rus. Ik zal proberen zo goed mogelijk de Nederlands te spreken. Ik zal zeggen, ik ben hier gekomen. Mijn vriendinnen allemaal wonen hier, hebben gebeld met Olga. Kom, Bergen, goede land. Krijg alles gratis. Daar. Krijg intelligent. Heel intelligent. Veel lezen. Daarom draag ik bril. Zijn lievelingsjournaal is de Wall Street. Daar. Ik ben hier.
al 5 jaar. Hoe in de kamer? Zeg, Tommige, wat is dat daar in je broekje? Zo zegt hij tegen mij. Wil ik weten? Ik zeg, dat is mijn vogeltje. Zeg, oh, een rood kopje. Ik heb dat beestje vreselijk moeten wrijven, want dat stond stijf van de kou. Ja. Weet je wat ik gedaan heb? Weet je wat ik gedaan heb? Roodkapje loopt door het bos en ze heeft zo'n goesting, zo'n goesting. En ze zingt. Ik ben van kampbeestloos, al boos en eingeschränkt, want dat is mijn wet, want sonst ga ik te bozen. Ik wil bozen. En ineens hoort ze een vreemd geluid. Het lijkt wel de wolf. En ja, het is de wolf. Oh wolf, wolf, kunt jij mij niet helpen alsjeblieft? Ik wil zo graag bonzen. Hallo doorzet! Ik zit te schijten! Niets aan te doen, denkt Roodkapje. En ze loopt verder. Ik wil bozen en roer. Het is zo gesting. En Roodkapje loopt door het bos en ze wordt een beetje moe. In het bos daar staat een huisje. Kijk eens door het vensterraam. Komt Roodkapje aangelopen, blijft ze plotseling staan. Hey!